Peter, jouw debuut wordt opgeluisterd met een 4-0 overwinning op ADO Den Haag. Maar laten we onderin over jouzelf praten. Want je staat daar op dat middenveld alsof je al jaren in het eerste van RKC speelt. Is dat gewoon de ervaring die jij dan gewoon met je meedraagt, dat je gewoon gelijk kan inpassen? Ja, denk ik wel. En ten tweede, gisteren hebben we het goed doorgenomen hoe we zouden staan en hoe we het zouden vastzetten. En iedereen wist wat ze moesten doen en dat pakte heel goed uit in de eerste helft. En daardoor scoor je 3 keer, denk ik. Wat was jouw rol vandaag in dit elftal? We wilden hun via de rechterkant van hun op laten bouwen. En dat ik in de as kwam. En van daaruit voor de tweede bal spelen. Dus elke afvallende bal, daar moesten we eigenlijk bij zitten als middenveld. En dat deden we naar behoren. En elke keer konden we gevaarlijk eruit komen. Ben jij dit hele seizoen geteisterd met een hele lang, slepende, vervelende blessure? Dan ben je er eindelijk weer. Verras je jezelf dan dat je het toch 70 minuten volhoudt? Nee, want ik heb met de tweede ook gespeeld tegen Ajax en speelde ik 85 minuten. Dus ik wist wel dat ik wel dit aankon. Alleen ik heb een paar tikjes gehad en alles werd stijf. Dus na 80 minuten vond ik het wel even goed. En de stand was er ook naar, dus het kon goed. Ben je daar wel verrast over dat RKC geen kind had aan ADO Den Haag vandaag, tot de nummer 7 van Nederland? Klopt. Ja, we wisten van tevoren dat het lastig zou zijn, dus 3-0 in de rust, dat had niemand verwacht, denk ik. Maar omdat we goed, de organisatie goed stond en vol druk zetten naar voren. En dat zie je, als we dat doen, dan kunnen we denk van heel veel clubs winnen. Je hebt een glimlach van oor tot oor. Ja, ik ben hartstikke, het is 8 maanden voor mij, die blessure leed, dus ik ben hartstikke blij. En we hopen dat er nog meer wedstrijden komen. Het had ook twee jaar geduurd, hè, voordat jij voor het laatst in de Eredivisie speelde. Ja, klopt. Vorig jaar Australië en nu een lange blessure. Dus het is bijna 2 jaar geleden. Ja. Met RKC nu heel langzaamaan, maar een beetje omhoog gaan kijken weer? Laten we gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En volgende week is weer een hele belangrijke. Dus daar gaan we ons volledig op richten. En hopen dat we die ook in 3 punten kunnen omzetten. Maar jij bent weer terug? Ja, even goed herstellen en dan sta ik er weer.